Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van maandag 5 februari. Er zijn wolkenvelden boven Nederland, maar ook opklaringen, met name in de zuidelijke helft van het land. En vanavond en vannacht komen er meer opklaringen, alleen in het noorden is de bewolking vrij hardnekkig. Ja, het is echt een week met winterweer deze week. Dat komt door een oostelijke stroming die koude en ook droge lucht aanvoert. Dat betekent ook dat we in de loop van de week wat meer de zon gaan zien. Morgen alleen zien we in het zuiden een storing boven Frankrijk. En de bijbehorende bewolking die strekt zich helemaal uit boven België. En waarschijnlijk ook het zuiden van ons land. En daardoor zal de zon met name in Limburg en Brabant grotendeels verstek laten gaan. Elders zijn er dus wel flinke zonnige perioden. Nou, vanavond komen er geleidelijk aan steeds meer opklaringen. Het gaat op de meeste plaatsen licht vriezen. En de wind die is oostelijk en matig tot vrij krachtig. Met name aan zee is de wind vrij krachtig, maar dat zal wel in de loop van de nacht wat gaan afnemen. Dan gaat het wel matig vriezen landinwaarts. De temperatuur kan dalen tot rond de min 5. Aan zee wordt het zo'n min 2 graden. Morgen overdag, zoals gezegd, zonnige periode, maar in het noorden wat wolkensluiers, waar de zon waarschijnlijk wel goed doorheen komt. En in het zuiden dikkere bewolking, waar de zon moeilijk doorheen gaat komen. De temperatuur loopt op naar zo'n 0 graden in het noorden en naar zo'n 3 graden in het zuiden van het land. En de komende dagen is het afhankelijk nog vrij rustig weer. Woensdag zijn de flinke zonnige perioden in heel het land en wordt het s'middags een graad of twee. De wind waait dan nog uit oostelijke richtingen. Donderdag draait de wind naar het zuiden en dat merken we aan de middagtemperaturen want die gaan weer iets omhoog. Het wordt zo'n 3 tot 4 graden. Maar in de nachten blijft het nog wel vriezen. Ook is het donderdag al wat meer bewolking en dat geldt ook voor vrijdag. Misschien dat het zelfs later op de dag op vrijdag vanuit het westen eventjes gaat sneeuwen. Dat zijn overigens geen grote hoeveelheden. En als we dan naar de pluim kijken, dan zien we toch wel dat het koude weer volgende week alweer een stuk minder is. De temperatuur kruipt omhoog. 's Middags is het dan rond een graad of 5. En in de nachten vriest het nog licht, ergens tussen de 0 en de min 3 graden. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.